welkom bij de vierde aflevering van De Droom. Ik wil als eerste in ieder geval iedereen bedanken die de vorige aflevering heeft gekeken. Want we hebben meer dan 1 miljoen views gehaald op die video. Super tof. Heel erg bedankt daarvoor. En vandaag ga ik iets heel erg speciaals doen. Ik sta hier in Ahoy Rotterdam. En achter mij is nu een uitreiking van een van de categorieën die vandaag plaatsvinden. En vandaag wordt namelijk het NK Turnen gehouden hier in Ahoy Rotterdam. En ik heb een mailtje gekregen van een heel lief meisje genaamd Evie. En Evie is super fan van mijn video's. Maar die is ook nog fan van iemand anders. En daar heb ik een meet and greet mee geregeld. Maar eerst gaan we Evie even verrassen. Want ze heeft geen idee dat wij hier om het hoekje staan. Straks komt Evie hier namelijk langs. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe ze gaat reageren. Dus kijk maar gezellig mee. En doe alvast een blauw duimpje omhoog. Hey, allemaal! Alles goed? Krijg je een knuffel? Hallo. Heel een knuffel van jou? Alles goed? Superleuk dat jullie er zijn. En ik heb begrepen, kom er lekker bij staan. Ik heb begrepen, want jij bent Evie. Ja. En dit is je zusje. Ja. En hoe heet jij? Dieke. Dieke. Jij heet Dieke, dus dit is Evie en dit is Dieke. En Evie, ik heb begrepen dat jij zelf ook op turnen zit. En dat jij super graag Sanne Wever wil ontmoeten. En dat je het ook heel erg leuk vindt om vandaag hier te zijn bij het NK Turnen. Dus nu heb ik geregeld dat we hier gewoon lekker een dagje gaan doorbrengen. En we mogen op hele speciale, bijzondere plekjes komen. Dus dat gaat super leuk worden. En heb je er een beetje zin in? Ja. Ja? Heb je wel geslapen vannacht? Ja. Ja? Oh, gelukkig, want dan zijn we vandaag fit. En dan gaan we vandaag knallen. Want het is gewoon heel erg spannend en allemaal ogen, allemaal mensen kijken je aan.
En jullie hebben dat heel goed gedaan, dames. High five. Kijk eens aan, we gaan nog wel 100 high fives geven, want het wordt een topdag vandaag. Oh, moet je eens even kijken hoe mooi ze eruit zien. Ze hebben allebei hun turnoutfit aan. Kijk, ze is eventjes stralen. Superleuk. En ik heb heel erg goed nieuws. Want als we daarin gaan, dan staat er iemand op ons te wachten. Ik kan je alvast vertellen, helaas geen Sinterklaas om de hoek. Is ook de kerstman niet. Maar is iemand anders. Gaan jullie met me mee? Ja. Ja, oké. Dan gaan we hoor. Oeh, spannend momentje dit. Kijk eens eventjes. Zo, die kennen jullie wel, hè? Kijk eens aan. Nou, ik wil jullie voorstellen aan mijn grote vriendin. Hi, ik ben Sanne. Evie. Hi, ik ben Sanne. Hi, Dieke. En deze dames die hebben als droom om jou te ontmoeten. Superleuk. En ik zie ze al meteen een beetje heel erg zenuwachtig en spannend, hè, dit. Want jullie zien haar altijd op televisie en dan zie je haar bezig. En dan denk je, wauw, zo wil ik later ook zijn. Ja? Ja. Jullie hebben in ieder geval al hele mooie terugpakjes aan. Dat hebben jullie al goed voor. Super gaaf. En we gaan hele leuke dingen doen. Want Sanne die loopt even met ons mee. Dan gaan we even een mooie rondleiding krijgen. En dan gaan we even naar het speelpaleis. En dan gaan we ook even wat dingen doen onderweg. Wil je daar zin in? Ja. En hebben jullie een vraag misschien die aan Sanne wil stellen? Van Sanne, wat eet je om zo goed te zijn? Of hoe vaak train je per week? Hoe vaak train je? Ik train 11 keer in de week. En dat kan eigenlijk niet, want je hebt maar 7 dagen. Dus op sommige dagen doe ik 2 keer. Dus dan doe ik ochtends een training. En dan ga ik even uitrusten. En dan is het middag. Zo. In totaal minstens 30 uur. In een week? Ja. In een week. Veel, hè? Hoeveel uur train jij al? 8,5. Oh, dat is ook al veel. Ja. Ja, dit is misschien wel de kleine Sanne Wever. Op welke dag zijn we dan? Maandag, woensdag en zaterdag. Oh, wat leuk. En wat is je favoriete onderdeel? Brug. Oh, wat leuk. En die van jou? Tour. Nou, misschien kunnen we straks nog even kijken naar de wedstrijd. Ja? Dat zou superleuk zijn. Dan gaan we nu even een stukje lopen, ja? Yes. Super gaaf, hè? De meisjes die lopen dus hier nu even gezellig met Sanne Wever. We gaan nu even kijken bij het trampoline springen. Het ziet er echt super spectaculair uit. Join in. You better grab that tambourine. Ik krijg zojuist te horen van Sanne dat de Olympische trampolinespringers, kan ik het zo noemen? Ja, ja. Die springen wel 8, 9 meter hoog. Ja, het gaat echt heel hoog. Het is echt heel gaaf om te zien. Niet normaal. Soms maakt ze wel een drievoudige salto, dus ik ga ze 3 keer rennen. Jeetje mina, maar jij hebt zelf nooit gehad van, weet je, ik ga lekker trampoline springen. Nou, ik ben eigenlijk een beetje in de tunnel geland, zeg maar. En ja, dan maak je niet heel snel meer de oogstap, maar okay. Wel, waar ik nu tunnel, daar zijn ook wel trampolinespringers. Oké. Okay. Dus zie je het wel altijd in de training. Maar je gaat nooit eigenlijk voor de gein een keertje op de trampoline even lekker springen? We doen ook wel eens wat gewoon methodische dingetjes, dus om gewoon te oefenen en een beetje vooral gevoel en sprong. Maar ja, dat is niet echt zoals professioneel zie je. Oké, okay, maar hoe ben je ooit opgekomen om te gaan turnen? Was dat dan vanaf kleins kind? Ik bedoel, net zoals Evie en Dieke, dat je zo'n mooi pakje aan had. Hoe oud ben jij nu? 7 en jij bent? 9. Nou, ik was 5 toen ik begon. 5 al? Ja, 5. En het leuke is misschien wel dat mijn vader en mijn moeder waren drie coaches. Dus daardoor ben ik eigenlijk een beetje ingerold. En je vader nu toch soms? Ja. Ik ben nog steeds de trilster van mijn vader, zeg maar. Dus hij coacht mij nog steeds. Ja. En ik ben eigenlijk gewoon dus door mijn ouders echt ingewikkeld. Super gaaf, hè? Dat lijkt me heel erg apart dat je eigen vader dan coacht. Ja. Nou, dat zal je vast heel vaak horen krijgen. Ja, ik ben het gewend. Deze plek die je hier zo ziet, dit wordt gebruikt als warming-up zaal. En hier zijn ze dan zichzelf, hun eigen lichaam warm aan het maken voor het spectaculair wat later gaat gebeuren in de hoofdzaal. Dus ik heb begrepen van Sanne dat alle topsporters die gaan hier dan beginnen en die lopen dan daarna naar de grote zaal toe. Stel voor, ik ben nu net 24 geworden. Ja. Kan ik nu nog carrière maken in het turnen of ben ik vroeg te laat? Nou, dat is wel een beetje lastig. Jij is dat te laat? Nou, eigenlijk in
in welke sport dan ook. Je moet wel echt vanaf jongs af aan erin beginnen en gewoon goed meedoen en heel veel trainen. En uiteindelijk ben je dan misschien die ene die ja, uiteindelijk precies. boven komt drijven. Want jij hebt gouden platen weten te kunnen winnen in Rio. Ja. Is dat nog steeds iets wat dagelijks of wekelijks door je hoofd heen gaat van ja? Of ben je er eigenlijk alweer een soort van overheen en heb je je focus alweer op de volgende wedstrijd? Ja, dat wel. En er zijn ook zeker wel momenten dat ik het nog even weer terughaal. Een filmpje kijk of zoiets. Of iemand spreekt me aan. Dus ja, want je kijkt wel eens het filmpje terug dat jij toen had gewonnen. Ja. En dan krijg je helemaal kippenvel. Ja, ja, dat is wel echt leuk om te zien. Nou. Omdat ik het natuurlijk echt in dat moment heb beleefd. Omdat het daar te kunnen doen. Ja. Om het dan vanaf een buitenstaande te zien, zeg maar. Interessant. Nou, laten wij dan ook met z'n allen eventjes kijken naar het moment dat Sanne Wevers voor de gouden plak gaat. Sanne Wevers aan de beurt. 24 jaar geleden geboren in Leeuwarden. Ze begint met een super opsprong. Ze neemt alle risico's. Ze gaat voor het maximaal haalbare. Een D-score van 7 punten heeft ze in haar hoofd die nog niet geturnd is hier in Rio de Janeiro. In geen enkele wedstrijd door geen enkele turnster. Maar alles moet dan kloppen. Daar is die flikvlak en ze doet niet de combinatie met de twee andere flikvlakken. Daarmee komt ze ook niet aan die 7 punten. Maar ze hebben ook geen fout gemaakt. Dubbele pirouette, de Wevers pirouette, die in 2010 door haar geïntroduceerd werd bij het wereldkampioenschap in Rotterdam. Het staat ook zo in de Code of Points, de Wevers pirouette. Hier de combinatie van twee vrije radslagen met een hele kleine correctie vanuit de heupen, vanuit het lichaam. De vrije overslag met gelijk een gymnastische sprong in combinatie. Tot nu toe gaat het zonder grote foutjes. Daar komt weer een pirouette, een drievoudige, ja, iets overgeroteerd, dat wel. Maar het is een E-element. En wie doet dat in deze finale? Niemand, alleen Sanne Wevers. Zij is de pirouette, de ballerina in deze finale. Nu de andere kant op, nu nog een dubbele pirouette. Het is ongekend, vlekkeloos uitgevoerd met die spagaatsprong. Ja, en de combinatie levert weer bonuspunten op. Dan de wisselspagaatsprong. Goed gecombineerd met de flikvlak met de hele draai. Blijft perfect in balans. Heeft ook die hele draaizuiver uitgevoerd. Daar kan het nog wel eens misgaan. Dan nu wat bewegingen dicht bij de balk. Zo wordt dat geëist in de samenstelling. Sanne Wevers is hier bezig met een historische oefening. Is hier bezig met haar Olympische droom tot volle bloei te brengen. Het is ongekend. Want nu komt nog de afsprong. De Auerbach salto met een hele schroef. De Auerbach salto met een hele schroef. Hier is die. Sanne Wevers. Levert hier haar optimale prestatie. Hier in de Olympische finale van Rio. Dit is ongekend. En u kunt inderdaad het glas, u kunt posten op elkaar. Wat hebben we hier? Evi, Dieke, kennen jullie dit? Dat poeder. Dat poeder wat je op je handen smeert. Ja. Hebben jullie dat poeder wel eens op je handen gehad? Ja, dus dat gebruiken jullie ook met turnen. Ja? Jeetje, en wat, want dit zorgt ervoor. Wat moet ik? Niet aan ruiken. Niet aan ruiken? Nee, stinkt het heel erg. Nee, het valt wel mee, maar het heeft een bepaalde. Het is een beetje stroef, hè? Ja, het is heel erg stroef, maar dat is ook de bedoeling, toch? Ja. Dat je goed grip krijgt op. Niet uitgeleid op de balk. Maar dat gebruiken ze overal, ook als je zeg maar zo'n mat gebruikt en je. Nou, wij gebruiken het wel op elk toestel, ja. Oké. Zullen we eens onze hand erin stoppen? Ja, gaan we onze hand erin stoppen? Zo. En dan gaan we een high five geven, oké? Okay? Dieke, high five. 1, 2. Oh, wow. Even high five. Kom, gaan we verder. Zo, krijgen jullie gewoon training van Sanne? En moet je dit met blote voeten hierop doen? Ja, dat is wel anders. Oké, nou dan doe ik mijn schoen even uit. Doe ik mijn sok even uit. Jij moet zeggen wat ik moet doen, hè? Ja, je moet hun nadoen. Oké, okay, Evi doet het nog één keer voor. Zo, goed zo. Nou, en zo. Oh, Dieke gaat nog eerst. Try before you die. Yeah.
Moet je kijken wat deze jongen aan het doen is, joh. Moet je kijken naar die jongen. Zo, hé. Hey. Gaat ie hoor. 1, 2. Hop. Zo. Kijk, daar gaat Evi. Hoppa. Bij deze toekomstige top turnsters, Evi en Dieke. En nu hebben jullie het zo goed gedaan dat ik denk dat ik er ook wel even één keertje kan. Echt? Ja? Denken jullie dat ook? Ja. Kan die dat wel? Gaat het goed komen? Ja. Oké, okay, ik ben wel een beetje bang. Oké, dan gaan we. Wat goed! Echt super goed! Oké, okay, dat had ik niet verwacht. Thank you. Ja. Dat kan echt niet dat je dat niet vaker hebt gedaan. En nu denk je van hij heeft toch wel een toekomst, hè, Jens? Ja, nou, ik ga het toch wel even overwegen. We lopen heel braaf Sanne achterna. En we gaan nu het favoriete onderdeel van Sanne doen, begrijp ik. Kijk eens even hoe dit gaat, hè. Hoppakee. Zo, knap hoor. Ze heeft het nog nooit gedaan, maar ze durft het wel. Kijk eens even, hoppakee. Knap hoor. Oké, okay, nu doen ze de harambier. Ja. Maar wat is nou het allermoeilijkste om te doen op de bal? Want ik heb dat natuurlijk, voordat ik hierheen ging, heb ik het, en jullie hebben het nu ondertussen ook gezien, het filmpje van Sanne op de bal. Dat was zo ongelooflijk dat je zo vaak rondspint en dan gewoon nog perfect erop komt. Is dat het allermoeilijkste of is, er, nou, is alles moeilijk? Nou, ik denk dat het vooral een beetje ook zoeken is naar wat je ligt. Dus ik was dan echt de pirouette turnster en de sierlijke turnster. En zo was mijn grootste concurrent, dat was eigenlijk de Amerikaanse. Ja. En zij is echt een powerhouse, noemen we dat. En zij kan dus heel hard en heel hoog springen. En daar ligt eigenlijk een beetje haar specialiteit van. Maar dat is dus een beetje wat je zelf ook fijn vindt en wat je goed kan toevallen. Maar ik ben wel blij dat ik die pirouette ook kan. Dat ziet er ook echt waanzinnig uit. En wat ik zo heel erg leuk vind aan vandaag is dat, ja, ik bedoel, wat hun nu al doen, dat dit gaat voor mij veel te ver. Die lenigheid heb ik niet. Maar ik vind het wel heel erg leuk om heel veel dingen hier te zien. En ook bijvoorbeeld, ik heb ze net heel even aan de ringen gehangen. Dan merk je pas, als je heel even op zo'n plek staat, hoe ongelooflijk moeilijk het is. Ja. Want ik denk serieus dat heel veel mensen onderschatten hoe zwaar het is. Want je traint dus 30 uur in de week. De kunst van het turnen is eigenlijk om het er zo makkelijk mogelijk uit te laten zien. En dan is het mooi om te zien en dan is het echt dat sierlijke. Ja, dat sierlijke. En dat heeft natuurlijk voor ons heel veel voordelen, want daar hou je heel veel punten aan. Maar het is ook wel eens lastig, omdat mensen dan wel vaak inschatten, oh, dat kan ik ook misschien. Ja, precies. Ja, dat snap ik. Ja, dat wordt wel heel hard aangetraind. Dat geloof ik zeker. Nou, siert je in ieder geval. Kijk, daar komt Evi. Hoppa! En nu komt Dieke. Hoppa! Zien jullie dat? We hebben al aardig wat fans gegeven ondertussen. Kijk eens even. Toen ik hier net naar binnen liep, toen dacht ik heel even, misschien doen ze iets van trefbal of vangbal. Nee, ze hoeven elkaar niet te bekomen. Dan zie je een halverwege zo, tsss, ik heb het af. Wat wel grappig is dat wat ze met die bal en of bijvoorbeeld een lint of zoiets doen, dat is echt heel knap. Dat zou ik dus eigenlijk kunnen. Wat ook echt heel uniek is aan de rugby's, is dat ze echt extreem lenig zijn. Ja, serieus? Nee, echt extreem. Dus jij dacht dat wij al lenig waren, maar dit gaat nog verder. Wij zijn echt stijve harken vergeleken met hun. Even kijken naar hoe hun dit allemaal doen. Vinden jullie het leuk om te zien? Ja. Yes. Wel hele mooie pakjes, hè? Ja. Ja,
voorstellen dat heel veel meisjes die op turnen zitten, die dit soort pakjes helemaal geweldig vinden. Allemaal mooie steentjes erop, allemaal mooie glittertjes. Superleuk. Geen doorgang. Nou, daar gaat Sanne. Nou, zo gaan ze met Sanne om hier zo. Daar zitten we dan. En dit is nog niet de afsluiting eigenlijk. Nou, wel eigenlijk met Sanne. Want Sanne die heeft nu een tijdje met ons meegelopen en die heeft jullie heel even wat tips gegeven ook. Vonden jullie het leuk? Ja. Ja? En was het dan ook het allerleukste van de dag om Sanne weer even te ontmoeten? Ja, niet per se, hè. En zo was ook wel leuk, hè? Alles, ja. Allebei was leuk. En de hele dag was gewoon een topdag. Nou, helemaal top. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat we dit allemaal hebben kunnen regelen. Dus ik wil Sanne heel erg bedanken. Ontzettend bedankt voor je tijd. Heel erg lief. Graag gedaan. En ik zou zeggen, wil je Sanne volgen op social media? Check even alle linkjes in de beschrijving. Want je hebt uiteraard Instagram. Ja. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje. En voor deze meisjes, jullie gaan straks nog even de finale kijken. Een paar finales komen hier nog. Dus het is voor ons nog niet klaar. Wij gaan nog even alles bekijken. En ik vond het echt super tof. Dus nogmaals, dankjewel Sanne. Allemaal een duimpje omhoog voor haar. Superleuke dag gehad, echt onwijs gaaf. En ik heb hier nog wat in de tas zitten voor Dieke en voor Evie. Ik denk, ik kan natuurlijk niet met lege handen hier komen. Dus ik heb voor jou knolpauwbandjes en voor jou knolpauwbandjes. Ik heb een hele mooie roze pet voor je. Maar dat is nog niet alles. Ik zag dat jullie allebei een telefoontje hebben. Dus ik heb voor jullie allebei een knolpauwsocket. Alsjeblieft. Maar dat is nog niet alles. Ik heb hier, want houden jullie een beetje van om te zwemmen? Ja. Ja? Ik wil jou heel erg hard ja zeggen, dat is superleuk. Ze hebben voor jou een hele mooie grote strandhanddoek van Knolpower. Voor jou ook eentje? Ja. Alsjeblieft. En dan wil ik jullie heel erg bedanken. Ja. Ja? Is dit wat je een beetje in gedachten had? Ja. Of nog veel leuker? Ja, dat hè. Ja, is het een dag die je niet snel zal vergeten? Ja. Nou, gelukkig maar. Daar doen we het voor. High five. High five. Hoppakee. En ik zie jullie bij een nieuwe video. Ja. Ja.